Inmiddels kijken wij naar Marco Streuger uit Nuremberg, West-Duitsland. En naar Peter Adenberg uit Oost-Berlijn, DDR. Adenberg de nummer 7 in het klassement naar 3 afstanden. Streuger staat daar in 15e. En wat moet Adenberg dan doen? Die moet proberen zich Roberto Siegel van het lijf te houden. Die na 3 afstanden vlak achter hem in het klassement stond. Iets minder dan 3 seconden, 2,98 om precies te zijn, mag Peter Adenberg toegeven op het schema van Roberto Siegel om hem in dat klassement voor te blijven. Maar Adenberg heeft een persoonlijk record staan van 15-10 en Treuger van 15-36. Maar ook dat zegt niet veel, getuigen de prestatie van Jaromir Radke van daarnet. Treuger opent in 37-24. Tegen 38-49 voor Adenberg. Die daarmee meteen al 1/16e seconde langzamer over de eerste 400 meter is dan Siegel. Ja, Adenberg is niet echt een steer. 5000 meter reed hij ook enig in de top van het klassement boven de 7 minuten. Geef u inmiddels voor de meeschrijvers onder u het puntentotaal van Siegel, 161.139. Zometeen dat van Radke. Eerst even de tussentijd van Treuger. 1.11.01 na 800 meter in een ronde van 33.8. Adenberg 1.12.8. Ronde 34.4. Puntentotaal zoals toegezegd van Jaromir Radke, Polen. 165.409. Treuger op 1200 meter, ronde 34-7, 1.45-7 als tussentijd. En Adenberg met zijn 1.47-6 is al meer dan 3,5 seconden langzamer dan Siegel. En dat mocht maar 2.9 zijn. Ja, daar waar de Oost-Duitse dames altijd helemaal in de top rijden in het oranje-klassement, is het bij de heren tot op nu toe niet gelukt. Treuger komt aan op 1600 meter na 2.20.8. En een tussentijd die nu al in de 35 gaat liggen. En dan wordt het verschil met de voorgaande rit natuurlijk snel groter. Als we kijken naar het persoonlijk record van Treuger, 15.36. Dan mogen die ronde eigenlijk nog wel langzamer. Maar hij zou toch hier in de buurt van die 15 minuten moeten kunnen rijden. Dat zou netjes zijn, dan sluit hij zijn toernooi waardig af. 2 kilometer, 1/5 van de koers. En nog altijd aan de leiding Marco Streuger, 2.55.6. Terug in de 34 nu. Zij het hoog, 34.8. Streuger heeft een toernooi in de middenmoot gereden, zeg maar. Adenberg heeft wat uitschieters gehad. Die was derde op de 500 meter, vijfde op de 1500 meter. Maar op de 5000 meter liet de Oost-Duitser al zien dat dat wat lang voor hem was. Hij werd daar op 12e. Treuger had dat nu doen plaatsen 17, 15 en 11. 2400 meter, 34,7 voor de ronde. Iets snellere ronde voor Adenberg. Tussentijd Treuger 3:30.3. Ruim 5 seconden langzamer dan Siegel. Adenberg komt langzaamaan toch weer wat in de buurt van Treuger, die na 34-7 voor de ronde op 2800 meter doorkomt naar 4-0-5 rond. Lijkt erop dat Adenberg zijn ritme gevonden heeft en dat hij zich hier lekker in voelt. De binnenbocht houdt Treuger voorlopig nog even aan de leiding in de race.
3200 meter voor de West-Duitser. Na een rondje van 34-8. De rondetijd loopt nog langzaam omhoog. En kijkt naar de 34-5 van zijn tegenstander. Die winst boekt. 4:39.8 was de tussentijd. En dan is hij al zo'n 8 seconden langzamer dan Roberto Siegel in de vorige rit. En ook hier een aardige rit. Aderberg is weer goed in de buurt van Treuger. Maar u hoort het, het blijft een beetje stil in het stadion. Want dit is nog niet echt de rit waarop men zit te wachten. 5:14.5 inmiddels voor Marco Streuger na 3600 meter. In een rondetijd van 34.7. Terwijl Aderberg weer iets terrein prijsgeeft in deze ronde. Ik denk dat ze allemaal de kelen sparen voor de laatste vier ritten. Omdat ze toch wel zinderend worden. Toch is dit op zich natuurlijk een aardige rit. Zij het in de marge van het toernooi, dat wel. Maar toch twee kerels die elkaar mooi in evenwicht houden op die 10 kilometer en goede strijd leveren. We zijn op de 4 kilometer met Marco Streuger in 5:49.2. En een rondetijd van 34.7. Het is wel heel constant wat die Streuger doet. De laatste 7 rondjes, 34.8, 34.7. Ja, en als hij een beetje vlak door blijft rijden in dit ritme, mag hij zelfs 35ers gaan rijden, gaat hij toch naar een tijd die rond de 14.40 ligt. En dat zou ook voor Treuger bijna een minuut sneller zijn dan zijn persoonlijk record. 4400 meter, 6:24.1. Ronde 34.9, wat nu iets hoger, terwijl Aderberg daar een tiende onder bleef in de afgelopen ronde. Aderberg begint een beetje te zwoegen. Wordt wat moeizamer. Maar hij zal natuurlijk proberen aan te klampen. Hij is 23 jaar, deze Marco Streuger uit Nuremberg. En hij rijdt bepaald niet slecht. 4800 meter na een ronde van weer 34.8. In 6:58.9 als tussentijd. Zit nu zo'n kleine 11 seconden achter het schema van Roberto Siegel uit de vorige rit. Om u even een indicatie te geven over waar de heren ongeveer staan. Aderberg is nog jong, 21 pas. meter Treuger, 34.9. Nog altijd is dat constante ritme terug te vinden in zijn race. Terwijl Aderberg het nu moeilijk krijgt met een dikke 35. 7:33.8 was de tussentijd. En als hij zo doorrijdt, gaat hij er zelfs onder. Onder die 14.40. En dik ook. Maar ja, het kan natuurlijk een oplopend schema zijn. En juist nu beginnen de benen op te spelen. 5600 meter Treuger. Rondje weer van 34.8. Het is toch wel heel knap wat die man doet. En kijk eens naar Aderberg die nu per ronde echt de problemen groter ziet worden. 8.086 de tussentijd voor Treuger op 5600 meter. Ja, er staat waarschijnlijk zo'n man met zijn hamertje langs de baan. Bij Aderberg. Het licht gaat langzaamaan. En dat betekent dat Aderberg zijn 7e plaats die hij na 3 afstanden in het klassement inneemt. Waarschijnlijk aan het verspelen is. Siegel zal er zeker voor komen. 6 kilometer inmiddels. En nu ook Treuger in de 35. 8:43.8. Maar hij mag 35ers gaan rijden. Om naar die 14:40 te gaan. Ja, ik moet zeggen, ik heb respect voor deze Marco Streuger die tot nu toe een hele aanvaardbare race rijdt. Met een prachtig licht oplopend schema. 6400 meter, 35 rond. Kijk, nou consolideert hij eventjes die 35 is laag. Dat is prima. 9:18.8 als tussentijd. Aderberg blijft in de hoge 35ers. De laatste 10 ronden
zijn vaak verschrikkelijk zwaar als je kapot zit. En zeker als je de tegenstander weg ziet lopen. En dat is wat Peter Aardenberg nu overkomt. Want Treuger neemt meer en meer afstand op weg naar de 6800 meter. Ronde 35-3, wat iets moeizamer nu. 9-54-1 als tussentijd. Ruim 15 seconden achter de tussentijd van de vorige rit. Coach Pieter Muller schreeuwt Marco Streuker zijn rondetijden door. Geeft hem aan waar hij op zit. Pieter Muller die toen de tijd Ab Krokop volgde als trainer van de West-Duitsers. En ook zijn contract loopt dit jaar af. 7200 meter voor Treuger. Wordt bereikt na een rondje van 35-5. Langzaam, maar toch zeker loopt het omhoog. 10-29-6 was de tussentijd. Kijk eens naar Aardenberg, die inmiddels in de 36ers is beland. Ja, die begint te harken. Het is toch netjes wat die West-Duitser doet? Ja, heel erg netjes. 7600 meter. 11.049. Rondetijd 35.3. Hij handhaaft zich toch in de lage 35, is nu al 5 ronden lang. Steeds op weg naar het schema onder die 14.40. Het is heel erg knap. En als hij nu allemaal 35,5 rijdt, dan eindigt hij op 14.37. En dat zou voor Treuger ook een nieuw nationaal record punten totaal betekenen. 8 kilometer heeft hij gehad. 35,4, andermaal. Primo hoor. 11.43 is de tussentijd. 19 seconden langzamer dan Siegel. We kijken even naar wat de baan doet. Hij slaat licht aan. En als we dan kijken wat er straks kan gaan gebeuren. Je bent dus, als je in de eerste rit naar de dweil zit, in het voordeel. Want juist met zulke tijden is het minste aanslag een moeilijkheidsgraad. 8400 meter Treuger, die nu in de hogere 35 is beland. 12.16 rond. En die schone baan, ja, dat is dan in het voordeel van onder andere Bart Veldkamp. En ook in het voordeel van Leo Visser. Ben van den Burg rijdt in een tweede rit naar de dweil. Net als Thomas Bos overigens. 8800 meter, Marco Streuder. Rondetijd, 35-6. 12.51-6 als tussentijd. 1 seconde boven die 14.37. En Aardenberg ziet bij het uitkomen van de bocht niet eens Treuger meer in de bocht verdwijnen, een halve baan verder. Zo ver ligt inmiddels de Oost-Duitser achter op de Nürnberger. Nog 2 ronden zometeen voor Marco Streuger. Kan hij nog weer zo 35-6 rijden? Hij kan sneller zelfs. 35-3, 12-26-9. En dit mag je dan echt het toonbeeld van een mooie 10 kilometer noemen. Wat deze Marco Streuger hier laat zien. Een prima schema gereden. Leidt het naar een enorme verbetering van zijn persoonlijk record. En ook dat moet je kunnen, het rijden van zo'n keurig in balans zijnd schema. Doet hij inderdaad keurig. Heeft zijn arm losgegooid om het tempo te houden. De bel luidt na 14.01.9 en een ronde van 35 blank. En dan komt hij dus inderdaad royaal onder die 14.40 uit. En gaat hij naar een prachtig nieuw persoonlijk record wat hij bijna, misschien wel helemaal, met een minuut gaat verbeteren. Het stond op 15.36.84. En haalt hij daar een minuut vanaf of net niet?
Ja, een dikke minuut. 14:36.36. Een nieuw persoonlijk record voor Marco Streuger. Een nieuw West-Duits record punten totaal. Met de slotronde van 34-4 heeft die Treuger een buitengemeen goede 10 kilometer gereden. En hier komt de zwoegende Peter Adenberg, die ook een nieuw persoonlijk record realiseert. Dat wel, 14:55.33 is zijn tijd en het was 15:10.07. Ook Adenberg heeft dus naar vermogen gepresteerd. Maar deze man heeft een uitgekiende 10 kilometer op zijn naam geschreven. Met een mooie eindtijd voor zijn doen zeker. Het is weliswaar niet een tijd die in de buurt kwam van de snelste tijden tot nu toe van Siegel en Radke. Maar Marco Streuger neemt op buitengewoon goede wijze afscheid van dit Europees kampioenschap hier in Heerenveen. Adenberg is kapot, totaal los. Maar ook hij heeft het toch naar vermogen goed gedaan. Hij zal wat duikelen in het klassement. Siegel is hem al voorbij. Maar hij zal waarschijnlijk ook niet anders hebben verwacht. Altijd een groot probleem voor hem, die 10.000 meter. Als we twee paren hebben gehad, is dit de stand voor zaken op die 10.000 meter. Siegel leidt met dat mooie record van 14:10.52. Radke, prachtig. Treuger, heel goed. En Adenberg verliest enig terrein. Maar ook hij heeft een nieuw persoonlijk record gereden. En dan de puntentotalen, die van Siegel had u al, Adenberg voor de meeschrijvers. 163.230. Treuger voorlopig op de derde plaats. 163.945. En het puntentotaal van Radke, dat had u al.